Hoi pieploi, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een first impressions video voor je met een oogschaduwpaletje van de Action. Joehoe! Dit oogschaduwpaletje is me de vorige keer niet opgevallen toen ik mijn first impressions van een andere Action make-up deed. Top en Flop Action make-up heet die, geloof ik. En ik wilde deze heel graag proberen omdat het hele leuke vrolijke kleurtjes zijn. Ik maak hem even open. Ik haal die sponsorapplicators er even uit. Dit zijn de kleuren. Ik ben heel erg benieuwd naar het pigment en hoe ze blenden. En dat ga ik vandaag met je proberen. Ook heb ik een nieuwe mascara gekocht. Want Action heeft allemaal nieuwe mascara's. En dit is de False Look mascara. En daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Die twee ga ik je vandaag laten zien en zeggen wat ik ervan vind. En of ze goed zijn. Deze kostte €2,50 en deze €1. En ik begin zoals altijd met de oogschaduwbasis. Deze is van P2, die komt uit Duitsland. Maar je kan gebruiken welke je wil gebruiken. Essence heeft, Cicatrice heeft. Ja. Goed uitsmeren. Ik ga ook proberen met sponsapplicators te werken. Althans voor op mijn ooglid en voor mijn outer corner V. En voor de rest, voor het blenden gebruik ik een blending kwast. Want zonder blending kwast kan ik gewoon echt niet. Deze is uit Duitsland bij de Rossmann een keer gehaald. Maar je kan iedere blending kwast gebruiken die je wil. We gaan beginnen. Ik zit even te kijken welke ik ga gebruiken. Ik vind deze wel leuk. Het is een beetje een perzik tint. En een beetje shimmery. En die ga ik gebruiken met mijn sponsapplicator. En die doe ik dus op mijn ooglid. Ik hoop trouwens dat het licht goed is, maar het is dan een beetje aan het schemeren en een beetje donker. Oh, dit is wel een goed pigment. Zo, dat valt niet tegen. Ik ben er eigenlijk helemaal niet ontevreden over. Dat had ik dus nooit verwacht. Dat zo'n goed pigment zou zijn. Kan ook door de oogschaduwbasis komen hoor. Maar dan nog echt slechte oogschaduws doen dit ook niet met oogschaduwbasis. Ja, ze zijn ook absoluut niet, ja, een klein beetje korrelig. Maar niet poederig of... Nee, eigenlijk gewoon heel goed. Ze geven een heel klein beetje fallout. Maar ja, dat doen mijn Urban Decay oogschaduws ook. Dus dan ga ik eens even kijken welk kleurtje ik dan ga pakken. Ik denk dat ik voor deze ga. De vierde van 100. En die ga ik in mijn arcadeboog doen. En daar gebruik ik mijn blending kwast voor. Aftikken. Oh, hij is wel heel oranje. Nou ja, goed. Dan ga ik daar ook alweer een beetje weer vervagen. Maar wel weer een heel mooi pigment. Jeetje. Ja, echt heel tevreden over. Wat ik eigenlijk niet verwacht. Een beetje meer, want anders is het ongelijk. Het pigment is echt heel goed. Ik weet niet of je het op de camera net zo goed ziet als ik hier in real life. Maar het is echt heel goed. Dan ga ik de ultieme test doen. Kijken of de kleuren goed met elkaar blenden. En dan pak ik de donkerste kleur voor. En die ga ik in mijn outer corner V doen. Dus in het V-hoekje aan de buitenkant van mijn oog. En dat doe ik met de zijkant van mijn sponsapplicator. Omdat je wel een klein kwastje nodig hebt. Als je iets hoort op de achtergrond, mijn mama komt thuis. En dan komt de ultieme test of ze goed met elkaar blenden. En dus niet één en dezelfde kleur worden. En dan wordt die wel. Ja, een beetje. Ja goed, ze blenden niet optimaal, maar je betaalt €2,50 voor zo'n paletje. Wat verwacht je er dan van? Ik vind als de kleuren al goed zijn, als het pigment al goed is, ja.
Dikke prima, zou ik zeggen. Moet je ook niet al te veel verwachten. Dan ga ik nog een kleurtje aanbrengen onder mijn wenkbrauwbot. En ik ga voor deze highlighter. Onderaan. En die breng ik dus aan onder mijn wenkbrauwbot. Op mijn wenkbrauwbot, moet ik zeggen. Zo. Ik vind het echt een goed pigment, jongens. Niet normaal. Dan ga ik even eyeliner aanbrengen. En dan ben ik zo bij je terug voor de mascara. Tot zo. Welkom terug. Zoals je ziet ben ik iets uitgeschoten met de eyeliner. Die stempelt een beetje. Maar goed, het gaat om de mascara en de oogschaduw. Dus daar maak ik me niet heel druk om. Als jij dat ook niet doet, dan dikke prima. Dit is de Fashion Professional False Look Mascara. Ik ben benieuwd of een borsteltje dan die heeft. Nog niet gekeken. Die heeft zo'n borsteltje. Ik weet niet of je het ziet omdat de camera niet focust. Maar zo'n, ja, van dik naar dun, van dun naar dik en weer naar dun, zeg maar. Zo'n boogje. En dan ga ik hem aanbrengen. De eerste indruk is goed. Hij geeft dan meteen vrij veel volume. Eigenlijk wel. Ik ben er eigenlijk helemaal niet ontevreden over. Hij geeft gewoon een goed volume. En niet echt lengte. Maar ja, nogmaals, hij kost een euro, ja. Even nog een tweede laagje. En dan gaat hij een beetje spinnenpoten. Maar eigenlijk kan ik die ook wel weer goed weghalen. Dit, ja, let niet op de eyeliner nogmaals. Maar dit is uiteindelijk een oogschaduwlook geworden. Ik ben eigenlijk onwijs tevreden voor de 2,50 wat je ervoor betaalt. En de mascara ook, daar betaal je een euro voor. En ik kan echt helemaal niks over zeggen. Ja, ze blenden niet ideaal, maar ja. Ja, dan moet je geen, als je dat wil, moet je geen paletje van 2 euro kopen. Zo simpel is dat. Ik zou het heel leuk vinden als je zou willen abonneren. Want ik heb nog niet veel abonnees en ik ben altijd blij met iedere abonnee. Duimpje omhoog graag en een reactie achterlaten ben ik ook altijd heel blij mee. En dan bedank ik je voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei!